Ik ga deze hamburger even binnen een seconde. We hebben nog een lange weg te gaan. Tja, een jaar geleden maakte ik de video dat ik een waterflesje binnen een seconde weg ging tikken. En op een wonderbaarlijke manier is dit gewoon gelukt. En nu vroeg ik me juist af of dit ook met voedsel kan. En of ik het daadwerkelijk kan leren om een burger binnen een seconde weg te slikken. Want ja, zoals je ziet bestaat er een techniek. Maar om dat te bemeesteren heb ik de meest virale snel eetpogingen verzameld die ik allemaal wil gaan halen. 3, 2, 1... Hoe de fuck doet deze guy dat? Tja, dit lijkt wel onmogelijk om een waterballoen te verscheuren met je mond binnen 10 seconden. Maar toch laat deze Aziat het zien dat het wel mogelijk is. En wat je dus merkt is dat hij de waterballoen niet helemaal doorslikt en het gewoon kortweg verwoest. Hij pakt dus gewoon de waterballoen op en hij gooit zijn gezicht er... en zo in als het ware. Jup, en dus ging ik met alle kracht die in mij zit mijn hoofd op en neer bewegen om het watermeloenvlees te schrapen met mijn tanden. En er zo lichtelijk doorheen te boren binnen 10 seconden. Alleen is het makkelijker gezegd dan gedaan. Dit is niet te doen! Alright, ik gebruik de overige watermeloen om puur te oefenen. Tja, vooral in het begin zie je dat ik best langzaam ga met de doorboring van de water. Maar gelukkig, zodra ik eenmaal in de flow zit, hamster ik er snel doorheen. Nou, dit duurde... een halve minuut, denk ik. Een halve watermeloen. Vinden jullie mij snel in eten? Nee. Niet. Nee, niet hè. Tja, een geboren sneleter ben ik helaas. En dat merkte ik ook toen ik voor het eerst een hamburger zo snel mogelijk op wilde. Met die droom in mijn achterhoofd om die 1 seconde aan te tikken. Ben je lekker, hamster? Ik ga een methode bedenken dat ik dit binnen een seconde kan doen. Binnen een seconde? Ja. Dat is echt niet haalbaar. Alright, we staan hier bij de KFC en we gaan hier kip eten. Snel. Heel snel. Oké, ik heb een klein kipstuk besteld. Denk je dat ik dat binnen 1 keer gewoon kan opslurpen, binnen een seconde? Nee. Nee. Waarom denk je van niet? Omdat je moet eerst nog kauwen voordat je het door kan slikken. Hij heeft een goed punt. Ja, de bedoeling met het kipstukje is om de juiste draai met je tanden en tong te maken, zodat je het kipvlees direct van het bot kan laten ontglippen. Want ja, er zit behoorlijk wat frituurvet in, dus glijdt het lekker makkelijk weg. Zoals je ziet, hier zit nog wat vlees aan. Je wilt in principe gewoon alles er meteen afstrippen. Maar we hebben nog één laatste kipstuk. Die moet lukken. En? Wat vinden jullie? Ja man, wel overtuigend. Ik denk dat je een hele bukken baan kan daarvan. Daar mag je misschien, geef je 20 minuutjes ervoor. 20. Alright, ik heb een volledig bucket. Dit, dat friet, loaded fries en Egbert. Kijk, ik ben er ook. Ja, Egbert ga ik helaas niet opeten. Maar goed, in zo'n family bucket met wat sides zitten letterlijk 3600 calorieën. Wat ver boven de normale calorie-inname per dag zit van 2300. En dit moet ik binnen 20 minuten naar binnen stampen. Jongens, ik zit hier naar een barbaar te kijken. Jongen, het is echt verschrikkelijk. Maar ik moet zeggen, we zijn echt nog niet eens op de helft. En hij gaat echt, echt hard hoor. Op zich, als je nu echt durft door te zetten, Frank, ga je het redden. Ik heb pijn bij mijn kiezen. Pijn bij mijn kaak en pijn in mijn buik. Ja, zo'n grote maaltijd zoals dit heb ik nog nooit op. En dus was dit echt de perfecte training voor mijn kaakspieren. Om uiteindelijk snel en sterk te kunnen kauwen op die hamburger. De tijd is klaar. Alright, ik ben binnen de 20 minuten gebleven. En ik kan je eerlijk bekennen dat mijn kaken behoorlijk sterker zijn geworden. En met deze ervaring ga ik proberen om die watermeloen binnen 10 seconden op te bikken. 15 seconden! Ja! 15 seconden. Ja, ik moet nog 5 seconden sneller zijn. En diep in mijn achterhoofd wist ik wel dat het ging lukken. En dus oefende ik de techniek nog even, namelijk je oerinstinct naar boven laten en keihard schudden en schrapen met je lichaam, zodat de watermeloen binnen no time weggeschrokken is. 3, 2, 1. Volgens mij heb ik hem gehaald. Ja. Oké, ik heb nu in totaal 2 eetskills van de 6 gehaald. Wat me ook de extra skill gaat geven om de overige voedselwaren te gaan eten. Zoals deze dikke appel in 1 hap. Oh my god. Dit is een flinke beuker. Hoe de heck ga ik dit ooit in mijn mond stoppen?
Gozer, dit past nog ineens in mijn bek. Ja, ik moet eerst mijn lippen en wangen wat uitrekken voordat ik zo'n appel überhaupt in één keer in mijn bek kan stoppen. En dus ging ik even naar de tandarts. Je hoort mijn mond lekker opgerekt als het goed is. Beetje mijn lippen. Ja, ik kan je eerlijk vertellen dat mijn mond een half uur wagenwijd open stond. En dat heeft mijn lipjes wel een klein beetje uitgerekt. Ja, als er maar echt een klein stukje appel uit mijn mond valt, dan heb ik al gefaald. Hi. Hoi. Ja, met mijn opgebouwde skill level wilde ik nu gaan uittesten hoe snel ik een McDonald's hamburgertje kan chappen. Met een eetwedstrijdje tegen deze knak. Want ja, mijn laatste pogingen waren aardig slecht. 3, 2, 1, go! Ja, je kan zien dat ik als het ware de burger opeet in een rondje. En deze speciale techniek zorgt ervoor dat je de burger geleidelijker op kan eten in vergelijking met als je hem normaal naar binnen zou douwen. Ik heb hem op. Jammer. Ik ben nu. Goed gedaan. Denk je dat het maar gaat lukken? Een seconde, een hamburger? Ja. Jou lukt alles. Ja, hij heeft hier zeker gelijk. Ik heb namelijk in het verleden alles bereikt wat ik zelf wilde. Ondanks alle mensen die zeiden dat het onmogelijk was. Maar ik kan jullie verzekeren dat dit niet altijd zomaar gaat. En al helemaal niet bij deze hamburger binnen een seconde. En daarom ging ik op zoek naar iemand met heel veel verstand van snel eten. Ik sta naast een man en die heeft een bijzonder talent. Hij is in staat geweest, kijk, Luc geeft het me aan. Om deze schaal frikandellen in een half uur naar binnen te werken. Het zijn er 25 in totaal en daarom is hij wereldkampioen geworden, dames en heren. Kevin van Orde. Aangenaam. Dag. Frank. Kevin. Kevin, de frikandellenkampioen. Jazeker. Ik vond ze lekker. Ik had er zin in. Ik heb het gezien op RTL Late Night. Ik dacht, deze man moeten we hebben. Ik wil sneller leren eten. Daar kan ik vast wel bij helpen. Ja, als er één iemand is waar ik advies van moet gaan nemen, is het wel deze guy. Kijk even hoe snel hij die frikandel naar binnen duwt. Hoe eet je dit snel? Hoe eet je één frikandel snel? Met één frikandel is het gewoon een kwestie om hem zoveel mogelijk naar binnen te duwen. Probeer ongeveer een halve frikandel in één keer in je mond te duwen. Zo snel mogelijk kauwen en doorslikken. Daar zit behoorlijk wat in. Oké, 3, 2, 1. Ja, ik doe nu letterlijk een frikandel-eetwedstrijdje tegen de frikandellen-wereldkampioen. Terwijl frikandellen alleen in Nederland worden gegeten. Maar goed, aan de hand van dit wedstrijdje wil ik heel graag persoonlijke feedback van hem krijgen wat ik beter zou kunnen doen. Zodat ik echte stappen maak om heel snel te kunnen eten. Mond leeg, hè? Ja, die is leeg. Nu al. Ja? Laat zien. Ja, dit was echt een ongelofelijke tijd dat zelfs de barman ervan schrok. Zag je dat? What the fuck? Hoe dan? Dat is niet normaal. Maar nu ben ik ook benieuwd of hij feedback heeft op mijn techniek. Je probeert snel te gaan, maar je probeert veel te veel in één keer in je mond te doen. Daardoor kun je niet goed kauwen. En dan zeg maar op de rij van je kiezen. Dat je één keer hoeft te kauwen, dan is dat door de midden. Denk je dat ik een hamburger binnen een seconde kan eten? Nee. Onmogelijk. Ik denk dat het... Er zullen vast wel mensen zijn die het kunnen, maar ik denk dat je dan een heel groot talent hebt. Dat is hetzelfde met heel snel kunnen drinken. Er zijn mensen die kunnen de keel openzetten. Als je dat kan, dan zou binnen een seconde misschien wel mogelijk zijn. Denken jullie trouwens dat ik snel ben in eten? Ja. Ja, echt zeker. Denk jij dat ook? Ze zijn heel positief gesteld. Ik denk dat er nog wat werk aan de winkel is. Oké, ik ga deze appel in één keer opeten. Ik raak de camera niet aan. Je ziet geen knipjes. Het is gewoon een timelapse, zodat het legit is. 3, 2, 1. Tja, ik heb ondertussen behoorlijk wat ervaring opgebouwd. Waardoor de One Bite Apple Challenge behoorlijk makkelijk is. Maar goed, de moeilijke uitdagingen staan mij nog wel op te wachten. Wat echt veel stikgevaar met zich meebrengt. Mama, ik heb een appel in één hap opgegeten. Gewoon... Nou, dan gaat er gelukkig toch nog een beetje vitamine C in, hè? Alright, ik ga nu naar de noedels. Ga ik opslurpen. Ja, en noedels opslurpen zonder te kauwen is echt de perfecte oefening om uiteindelijk mijn keel wagenwijd open te houden voor die hamburger. Want ja, dat is mijn enige kans om het binnen een seconde te eten. Oké, daar gaan we dan. De noedels. Ja, noedels zijn natuurlijk gestroomlijnd, zacht en glibberig, waardoor het slikwerk best makkelijk is. Maar alsnog, als je het niet gewend bent om niet te kauwen, voelt het toch erg ongewoonlijk. En had ik lichte angst omdat er best wat artikels online staan waarin staat dat er mensen zijn gestikt tijdens dit soort eetwedstrijden. Wat dus de dood tot gevolg had. Oké, met de noedels moet ik gewoon aan mijn techniek werken. Zo simpel is het. Hoe kan ik het gewoon zo gestroomlijnd in mijn bek doen? Ja, je ziet dat deze guy zijn mond als trechter gebruikt. Bij een schaaltje en geen bord. Zodat hij dus de aan elkaar gevlochten noedels in een paar duwtjes in zijn mond kan drukken. Alright, ik heb een nieuwe tactiek met de noedels. Ten eerste doe ik er een heel klein beetje water bij. En ten tweede gebruik ik deze lepel. Ja, die lepel helpt mij om het in één keer naar binnen te schrokken.
Holy moly, dat ging snel. Helemaal opgegeten. Nou, je ziet nog een paar restjes, maar dat boeit niet, dat is echt onmogelijk. Ik ben zeer tevreden met dit resultaat. Oké, de op één na laatste uitdaging is deze banaan, die ik in één keer moet doorslikken. Oké, ik vraag me echt af waar de fuck ik überhaupt moet beginnen. Ik moet hier gewoon van kokken als rust. Alright, wat zo moeilijk is aan deze skill is dat ik mijn kokhalsreflex uit moet gaan zetten. Dit mechanisme zorgt er namelijk voor dat als iets te ver in je keel komt wat aan de grote kant zit, het een spiersamentrekking creëert waardoor je uit een automatische reflex een kokhals moet uitlossen, waardoor je dus voorkomt dat je stikt. En als ik dit weet uit te zetten tegelijkertijd dat ik mijn keel kan openzetten, heb ik de ultieme formule om echt abnormaal snel te eten. Ik bewijs hier wel dat ik goed mijn keel kan openzetten en dat heb ik gewoon even nodig. Oké, dat is top. En nu is het nog de taak om die kokhalsreflex uit te schakelen voor de ultieme killer combo voor dat banaantje. Ja, dit is kokhals en dit wil ik dus niet meer. Ja, en gelukkig kan je deze reflex op een handmatige manier uitzetten door middel van wat spieren te triggeren. Oké, de eerste stap is om met je linkerhand een vuist te maken en in je duim te knijpen voor 5 seconden. Vervolgens druk je met je wijsvinger 5 seconden lang op je kin. En tenslotte knijp je met je rechterhand in je linkerhand op dit stukje vel. Alright, ik ga het nu testen. Dit werkt ook nog gewoon oprecht. Voor de duidelijkheid, probeer dit zelf dus niet. Een kokhalsreflex is niet voor niks namelijk. Oh. Wat? Hè? Dit is insane dat dit gewoon heeft gewerkt. Oké, door naar de volgende. Ja, ik kon het zelf haast niet geloven dat ik dit überhaupt kan. Maar goed, nu is het alleen nog de taak om die hamburger gruwelijk snel naar achter te tikken. En besef, ik ben notabene al echt wekenlang bezig hiermee. Wat ik trouwens goed kon merken met mijn arm en maag, die af en toe gewoon pijn deed. Dus nog even voor de duidelijkheid, doe dit thuis niet na. Oké, en om mijn kaken te gaan trainen moet ik onder andere elke dag 20 kauwgompjes gaan kauwen. 27 seconden nog maar, 40. Maar hij moet wel sneller hoor. Alright, ik ga vandaag mijn kaken trainen in de gym. Ja, besef even dat ik echt een maand lang bezig ben met deze opname. En elke dag probeer ik echt een klein stukje beter te worden om uiteindelijk zo mijn einddoel te behalen. 25 seconden. Let's go. Ja, dat gaat goed. Dat gaat perfect. Dit hier gaat tering lekker. Met Stony. Het is gewoon met Stony. Oh. 23, Frank. Oh, 23 seconden. Luister, shit. Ik moet in de helft van de tijd, hè. Tja, ik kwam er al snel genoeg achter dat een hamburger van de McDonald's onmogelijk is om in één keer door te slikken, puur door de textuur van het brood. Het is kortweg te groot en te stroef. En dus wil ik als compromis de tijd van het wereldrecord snelste hamburger eten halen, wat op 12 seconden staat. Door de snel eetkoning van YouTube, namelijk Matt Stoney. Maar goed, om zo'n tijd te halen als een professionele eter moet ik bepaalde technieken toepassen. Ja, yo, probeer dat eens, een burger allemaal te weken. Yo, je moet knijpen en kauwen tegelijk. Stukjes knijpen en kauwen. Want dan ben je eigenlijk al met je handen ook aan het kauwen. Wat is je eerlijke reactie op deze tijd? Teleurstellend. Ben je lekker hamster? 3, 2, 1. Tja, helaas 3 seconden te laat. Maar ik kan gewoon letterlijk niet sneller dan dit, jongens. Zo'n professionele eter is namelijk al tientallen jaren bezig. En ik een maand.